Ieder plat figuur met vier hoeken noem je een vierhoek. Maar daar is nog lang niet alles mee gezegd, want er is nog veel onderscheid te maken. Je zou een willekeurige vierhoek kunnen tekenen, maar die zijn niet heel spannend. Leuker zijn de vierhoeken die aan een bijzondere regel voldoen. Zo is er een rechthoek. Bij een rechthoek zijn alle hoeken recht, dus 90 graden. Maar ook de zijden die evenwijdig lopen, zijn even lang. Dan heb je een vierkant. Een vierkant is eigenlijk een rechthoek. Dus alle hoeken zijn recht. Alleen, nu zijn alle vier de zijden even lang. Vervolgens heb je een vlieger. Bij een vlieger zijn er 2 keer 2 zijden die even lang zijn. Maar die lopen niet evenwijdig, maar zitten aan elkaar vast. Je ziet ook dat 2 van de 4 hoeken hetzelfde zijn. En dan heb je nog de ruit. Bij een ruit zijn alle 4 de zijden even lang en de hoeken die tegenover elkaar staan, die zijn even groot. Eigenlijk zou je de ruit kunnen zien als een scheefgeduwd vierkant. Als laatste noem ik het parallelogram. Bij een parallelogram zijn de zijden die evenwijdig lopen even lang en de hoeken die tegenover elkaar staan, zijn even groot. Eigenlijk zou je een parallelogram kunnen zien als een scheefgeduwde rechthoek. Het is handig om van de verschillende vierhoeken de eigenschappen te leren. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat ze je vragen om uit te leggen om welke vierhoek het gaat, als ze je de eigenschappen van dat vierhoek omschrijven. Nog even terug naar de vierhoeken. Want als je in de vierhoeken de hoeken die tegenover elkaar staan met een lijnstuk verbindt, dan noem je dit lijnstuk een diagonaal van de vierhoek. Bij sommige vierhoeken staan de diagonalen loodrecht op elkaar, zoals in de vlieger. In andere vierhoeken kunnen de diagonalen elkaar door het midden snijden, zoals bij de rechthoek en de ruit. En in het vierkant staan de diagonalen loodrecht op elkaar en snijden ze elkaar in het midden. Veel informatie over vierhoeken. Daarom hebben we al deze informatie ook nog voor je op een blad gezet, zodat je het altijd nog een keer terug kunt lezen. Dit blad vind je in de videobeschrijving. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.